Gemeente Ede heeft een prachtige groene omgeving, vol met leven, groot en klein. Zodra de eerste blaadjes aan de bomen komen, wordt ook de eikenprocessierups weer actief. Elk jaar komen we ze tegen, sommige jaren meer dan andere jaren. Bij bedreiging schiet de rups brandharen af die ernstige huidirritatie kunnen geven. Een windvlaag is soms al genoeg. Wees daarom alert op nesten wanneer je in de buurt van een eikenboom bent. Het bestrijden van de processierups is erg lastig. Toch doen we er als gemeente Ede alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Het hele jaar door. Van mei tot september is de overlast het grootst. De bestrijdingsdiensten draaien dan op volle toeren. 'S Nachts, als de eiken net in het blad zitten, bespuiten we de bomen, waar mogelijk onder andere met parasieten die zich voeden aan de processierupslarven. Later, als de rupsen door de boom kruipen en overlast veroorzaken met hun brandharen, worden de nesten weggezogen. Helaas is het probleem daarmee vaak slechts tijdelijk opgelost. Soms worden de dag erna alweer nieuwe nesten gevonden in dezelfde boom. Je kunt op verschillende manieren rekening houden met de overlast van de rups. Fiets, wandel of zit niet onder besmette bomen. Je kunt besmette eiken in jouw omgeving melden. Op onze website kun je zien of er al een melding is gedaan en of de boom eigendom is van de gemeente. Publieke plaatsen hebben onze prioriteit. Wees daarom geduldig. Je melding wordt altijd verwerkt. Meer weten? Check onze website.